Hey hallo en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van Magical Rise. Ja, jullie hebben het al gezien aan ja, de foto waar jullie net op klikten. We gaan het vandaag hebben over de musical van Robin Hood. Mijn droomcast van Robin Hood. En ik ben er bijna zeker van dat jullie Robin Hood zelf ook al herkend hebben. Ja, dus ik ga het ook niet meer langer voor me houden. Voor mij, mijn Robin Hood die ik ga kiezen, is iemand die eigenlijk zijn carrière begon bij Robin Hood en uitgroeide tot een heel geliefde musical acteur. Was een van de deelnemers van K2 Zoo K3, een topfavoriet eigenlijk. Hij is gewoon al op zijn jonge leeftijd een toppertje. En mijn ideale Robin Hood zou zijn Remy de Smet. Ja, ik heb voor Robin Hood Remy de Smet gekozen. Omdat ik dacht, ja, Remy is nu wel een heel geliefde musical acteur. En hoe mooi is het als je hem kan casten in een musical waar het voor hem allemaal begon. Als de kleine Robin. En nu mag hij dan de grote Robin gaan spelen. En echt de held uithangen. Ik ben persoonlijk heel benieuwd naar hoe hij dat zou doen. Hij is meteen ook een heel jonge Robin Hood. En ja, ik denk wel dat dat een heel andere energie gaat geven. Dus voor mij Robin Hood, Remy de Smet. En dan gaan we over naar de allerbeste vriend van Robin Hood. Namelijk Kleine Jan. En Kleine Jan, ja... Kleine Jan is zo klein niet, hè. Ik bedoel, Kleine Jan is echt een reus, een halve reus. En ja, nu kan ik voor zoveel namen kiezen. Maar er is één acteur die voor mij zo legendarisch is als Kleine Jan. Dat hij dat gewoon moet blijven zijn. En dat is Peter van der Velde. Peter van der Velde mag van mij gewoon opnieuw... De kleren van Kleine Jan aantrekken. Persoonlijk, vroeger had hij een lange pruik aan als Kleine Jan. Ik vond dat nu wel cool. Dus ik zou zeggen, haal die pruik terug. Die lange pruik. Dat zo... Ja, ik vond dat wel nog meer Kleine Jan-achtig. Maar voor mij is alles goed. Zolang dat Peter van der Velde maar Kleine Jan is... Dus voor mij, Kleine Jan, Peter van der Velde. Nu, ik zei het net al, Remy de Smet is natuurlijk een heel jonge Robin Hood. En dat betekent toch dus dat ik eigenlijk naast Robin ook een vrij jonge Marianne wil. En ik heb ze denken. En toen kom ik uit op één naam. Remy speelt natuurlijk ook de rol van Wiki de Viking. En naast hem stond als actrice... figuur, niet als actrice. Maar het figuur naast hem was Ylvie. En Ylvie werd gespeeld door Lotte Heute. En ja... Ik zou zeggen... We nemen nu Lotte Heute als Marianne. Lotte is nog altijd heel actief in de film... theater, business. Dus ik ben er heel zeker van dat zij dat goed zou doen als Marianne. Ik weet niet of zij nog heel goed kan zingen. Maar ja, dat zullen we dan wel te weten komen zeker. Wat ik wel weet is dat er sowieso, omdat zij al Ylvie speelde naast Wiki, dat zij sowieso een soort van chemie gaat hebben. Een chemie die we natuurlijk tussen Frey en Jelle ook hadden. Omdat Frey en Jelle al zo vaak naast elkaar gespeeld hadden. Als man en vrouw, als geliefde. Die twee matchen gewoon. En bij Remy en bij Lotte ben ik er ook heel zeker van dat die twee gewoon matchen. Dus voor mij als Marianne Lotte Heute. En dan de volgende. De volgende die ik ga opnoemen werd gespeeld door Koen Krukke. En dan weten jullie allemaal wie ik bedoel. Namelijk Koning Jan
Ping pingeling, ping ping pingeling, dat is de klank van goud. Ping ping pingeling, ping ping pingeling, waar koning Jan van houdt. Ja. Koen Krukke is gewoon koning Jan. Hoe het ook draait of keren. Maar, zoals ik in mijn vorige video al zei. Ik weet niet of Koen die rol nog zou kunnen spelen. Ook met zijn veel andere dingen die hij op te doen heeft. En daarom heb ik gekozen voor een andere koning Jan. Namelijk Paul Donkers. Paul Donkers kennen we natuurlijk allemaal als Grimaldini uit de tweede versie van Pinocchio. Hij speelde ook de slechte persoon in de laatste Huis Anubis. Hij kan echt heel gemeen spelen. Maar tegelijkertijd ook grappig, wat ook heel belangrijk is als koning Jan. Hij heeft een stem als een klok. Echt waar, hij zingt voortreffelijk goed. En ik ben er dus ook heel zeker van dat Paul Donkers een perfecte koning Jan zou zijn. Dus voor mij, als koning Jan, Paul Donkers. En koning Jan die zou niks zijn zonder zijn gemene sheriff aan zijn zij. Ja, de sheriff van Nottingham. Werd gespeeld door Peter Thijssen. En Peter Thijssen deed dat voortreffelijk. Maar ik ga niet. Ik ga ook voor Peter Thijssen een opvolger zoeken. En ik blijf in de sfeer van het huis Anubis. Want mijn perfecte sheriff van Nottingham zou zijn Julian Ubberbergen. Julian Ubberbergen kennen we natuurlijk allemaal als Marcel. Marcel Keizer uit het huis Anubis. Zeer, zeer, zeer leuk personage. Hij kan ook een stukje zingen. Dat zagen we al in de Nederlandse versie van De Leeuwenkoning. Hij is enorm grappig. Wat ook weer al echt nodig is als de sheriff van Nottingham. Want het is een slechterik, maar hij is zo grappig. Hij is echt zo grappig. En ik weet dat Julian heel gemeen kan spelen. Maar dat Julian ook gewoon grappig kan spelen. Want hij ook is echt grappig. Maar hij is ook een heel lieve persoon. Ik heb Julian een paar keer ontmoet. En hij is echt een super vriendelijke kerel. Wat hem natuurlijk een heel goed acteur maakt als hem zo slecht kan spelen als de sheriff van Nottingham. Dus mijn perfecte sheriff van Nottingham, Julian Ubberbergen. En de volgende in het lijstje is Broeder Tuck. Broeder Tuck werd gespeeld door Chris Kouwenbergs, Onze Lui. Ja, ik wist toen niet. Ik wist toen echt niet goed wat ik zag. Toen ik Chris bezig zag als musical acteur. Want zo had ik hem eigenlijk nooit gezien. Hij deed dat voortreffelijk. Hij deed dat echt voortreffelijk. Alleen, ja. Chris is een halve reus. waardoor dat kleine Jan ineens niet meer de grootste uit de hoop was. Broeder Tuck was een kop groter als kleine Jan. Ja, wat dus wel best grappig was. Dus ik heb gekozen als mijn Broeder Tuck voor een iets kleiner acteur. Die voor mij meer het verhaal van Broeder Tuck kan waarmaken. En dit is Ben van Hoof. Ben van Hoof. Ja, die kennen we als Studio Holland fans natuurlijk vooral uit Piet Piraat en Mango Eiland. Dus hij heeft sowieso al een band met andere acteurs van Studio Holland. Hij speelde als musical acteur ook in de musicals van Suske en Wiske. Deed hij fantastisch goed. En ik denk echt dat Ben van Hoof een top Broeder Tuck zou doen. Ja, hij zou dat geweldig doen. Ik ben er zeker van. Dus mijn perfecte Broeder Tuck is Ben van Hoof. En dan gaan we nu over naar eigenlijk toch wel mijn meest favoriete personage uit de Robin Hood musical. En dit is Simple Joe. Ook wel Wachter John. Simple Joe en Wachter John is dezelfde persoon. Deze werd gespeeld door Walter Baal. Walter Baal deed dat fantastisch goed. Fantastisch goed. En van mij mag je dat opnieuw doen. Want mijn perfecte Simple Joe slash
Wachter John is niemand minder dan Walter Baal zelf. Hij zou dat gewoon opnieuw geweldig kunnen doen. In de musical waren verschillende grapjes die naar de echte personages van de acteurs gelinkt werden. Bij Marianne hoorden we Mega Mindy muziek. Bij Chris hoorden we Ik word daar zo moe van. Wat natuurlijk een typische lui uitspraak is. En bij Simple Joe hoorden we in ene keer de Verleemhouse. Of we zagen de Verleemhouse. Dus dat zijn allemaal van die grapjes. En dat grapje van die Verleemhouse, dat moet gewoon gehouden worden. Dat vond ik zo geweldig. En dat kan alleen maar gehouden worden met de humor en de kracht van Walter Baal zelf. Dus mijn perfecte Simple Joe slash Wachter John is gewoon Walter Baal. En Wachter John is natuurlijk niks zonder Wachter Ron. Ron en John. Keileuk duo. En de originele Wachter Ron werd gespeeld door Patrick Onzia. Nu voor hem heb ik wel een opvolger gezocht. Een opvolger die ook wel binnen Studio heel bekend is. Namelijk Dimitri Verhoeven. Dimitri Verhoeven heeft echt enorm veel gedaan bij Studio Holt. Hij was te zien in heel veel Studio Holt musicals zoals Sneeuwwitje. Maar hij was ook te zien als circusdirecteur Pietro in de Plopsaparken. Hij is supergoed in zee. Hij was ook in Pinocchio te zien. Heel, heel goede acteur. Hij heeft ook voldoende humor, wat nodig is voor Wachteron. En voor mij, ik ben er eigenlijk zeker van dat Dimitri een perfecte Wachteron zou zijn naast Wachter John Walter Balen. Zo, dit was mijn cast. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat zeker hieronder in de comments ook weten welke cast jullie voor ogen hebben, wie jullie graag hadden gehad. Ik ben er heel benieuwd naar. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Als het zo is, steek dan zeker jullie duimpjes omhoog. En vergeet ook zeker niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En graag tot de volgende keer. Daag!